De vrienden van het binnenland, dat is een groep mensen die regelmatig bij elkaar komt om te discussiëren over vraagstukken ten aanzien van het binnenland. En ze hebben als voornaamste doel op een structurele manier visies en strategie ontwikkelen voor maatschappelijke ontwikkelingsplannen ten aanzien van het binnenland. En dit is hun eerste publieke activiteit. En ze hebben mij gevraagd om het een beetje aan elkaar te praten. En ben ik een vriend van het binnenland? Als 4/5 deel van je gezin Saramakkaans is, dan overstijgt dat vriendschap. Voor die staat een Peking Fugroom. En wel om precies te zijn van Peking Slee, waar mijn gezin voor het 4/5 deel vandaan komt. En iedereen die het binnenland een warm hart toedraagt, kan zich aansluiten bij deze initiatiefgroep. En als het u bevalt heeft, kunt u zich later aanmelden bij Patricia Meulenhof om zeg maar lid te worden. Het thema van vanavond in de lezing luidt de rechten van inheemsen en Marons in relatie tot de effecten met de goudwinning. We hebben twee inleiders, Patricia Meulenhof zelf, ik heb hem net genoemd, en Erland Sleur. En Patricia Meulenhof is juriste en docenten aan de ADEC. En ze was ook nog eens werkzaam bij regionale ontwikkeling, het ministerie om precies te zijn. En Ellen Sleur is alom bekend als milieuactivist. En vaak denken we daarbij aan iemand die op de bres springt op basis van horen zeggen en die in de strijd gaat voor ons bos. Maar Erland opereert op basis van deskundigheid en wetenschappelijk onderzoek. En dat is iets meer de activisme zoals hij het vanmorgen op Radio ABC heel mooi heeft, zeg maar, onderbouwd. Ja? En we hebben één koppig panel. Ik zeg niet een heel koppig panel, maar één koppig panel. En dat is de heer Wesley Misijan. En hij is de voorzitter van het managementteam Grondrechten der Inheemse en Tribunale Volken in Suriname. En hij is actueel in het nieuws, want 2 oktober jongstleden heeft hij de ontwerpwet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken aan de minister die kan van regionale ontwikkeling aangeboden. En u kunt begrijpen, ik ben niet zo ervaren met dit. Ik kan natuurlijk de minister, die kan van regionale ontwikkeling, als eerste welkom moeten heten. Maar ik ben eenmaal niet zo'n formele persoon. Minister Diekan, van harte welkom. En alle andere mensen die hoog en laagwaardig zaken bekleden. Ja. Daar heb ik het over de functie, niet zozeer dan uw integriteit. En de heer Misijan is ook werkzaam op het ministerie van RO. En dit doe ik wel uit mijn hoofd. En hij is directeur van het directoraat DOAS. En ik heb net vandaag geleerd dat het staat voor Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers. Een applaus voor de mensen alvast. Dan kondig ik aan de eerste inleider, Erland Sleur. Welkom. Dankjewel, Iman. Ik moet ook beginnen met de minister natuurlijk. Welkom. Ik ben blij. Toch nog een aardig volle zaal. Ik begin met een heel kort stukje van een film die ik onlangs op internet heb gezet. Dankzij Radica ook. Ik ben van de stichting ProBios natuurlijk. Staat voor Protect Our Biodiversity. Vele mensen kennen mij al als activist, maar die deskundigheid zit er ook in. Hier zien we dus het Stuwmeer zoals het eruit hoort te zien. Ik ben over het westelijk gedeelte gevlogen. En ondanks dat daar ook wel wat vervuiling is door die goudwinning, zijn er gedeeltes die nog redelijk schoon zijn. Ik zeg redelijk schoon omdat het eigenlijk nog schoner zou moeten zijn. Maar als we straks doorkijken, zien wij wat er met ons Stuwmeer gebeurt. Ondanks, hier zien wij al het, dus hier vlieg ik vanuit het Sarekreek naar het noorden toe van het Stuwmeer, over het oostelijk gedeelte. En je ziet die zware vervuiling door die scallions op het Stuwmeer. En hier zien wij Libidoti, ook zwaar vervuild. Dus je gaat je op een gegeven moment, dit is Marowijnen, waar dit zijn recentelijk gemaakte foto's van scallions die in de oevers van de Marowijnen aan het vreten zijn om goud te zoeken.
Ik ga het een beetje hebben over kweek. Ik wil niet te lang uitweiden, want ik heb maar 20 minuten gekregen. Bij mij is de vraag, of bij ons is de vraag, die goudwinning, is het ontwikkeling of is het misdaad? Ik wil dat even een beetje tegenover elkaar uitzetten, want er wordt gedaan alsof het een grote, er is een grote hype over goud. Goudkoers heerst in ons land. En we zien zoveel mensen die gek worden als ze het woord goud horen. Maar we staan er niet best stil van hoeveel negatieve gevolgen dit voor ons land heeft. En als je ook naar het binnenland gaat, als je naar de dorpen gaat waar er heel veel goudwinning plaatsvindt, dan ga je ook afvragen van als er zoveel goud in onze grond zit en er wordt zoveel gewonnen, waar is die ontwikkeling dan bij deze dorpen? En het zijn hele vreemde zaken die in ons binnenland gebeuren. Ik wil het echt ook een beetje scherper stellen. Er worden intriges gespeeld. Dorpsbestuur wordt gewoon ook zwaar ondermijnd. En we weten allemaal een beetje van wat er speelt. We hebben de organisatie ordening goudsector. Ik heb veel met Domper te maken gehad, de vorige commissie, hoofd van die commissie, of van het orgaan, ordening goudsector. En de laatste jaren heb ik met meneer Domper te maken gehad. Waarom gebruikt men kwik? Het kwik gebruikt men om het goud te binden. Het is relatief goedkoop. Het is makkelijk te verkrijgen hier in Suriname, helaas. Slechte voorlichting over de nadelen. En het gebruik wordt niet bestraft. Hier heb ik dit rapport is in 2016 uitgegeven. Ze hebben een rapport gemaakt over het kwikgebruik hier in Suriname. Om te kijken of Suriname in het Minamata-verdrag te krijgen. Ik heb ook meegewerkt in die workshop. Beneden kan je zien dus dat er berekeningen zijn gemaakt op basis van de inkomsten uit de goudsector. En jaarlijks wordt er iets van 134.000 kilo kwik uitgestoten. En men heeft dat gebaseerd op de uitgestoten 134.000 kilo kwik per jaar. Op basis van opbrengsten, geschatte opbrengsten van 60.000 kilo kwik per jaar. Dus er wordt heel veel goud per jaar. Het is een factor 1 op 2. Je hebt 2 kilo kwik nodig om 1 kilo goud te winnen. Dit zijn natuurlijk schrikbarende cijfers. En mensen moeten mij niet meer komen vertellen dat kwik het land in wordt gesmokkeld. Het komt gewoon via onze havens binnen. Die informatie heb ik al gekregen. Je mag naar de volgende slide. En als de PG mij ter verantwoording wil roepen, want ik hoop dat wij nog een onafhankelijke PG hier hebben, dan mag hij mij ter verantwoording komen roepen. Ik wil gaan getuigen. Hier zien wij een slide waarbij er een beetje wordt, waar metingen zijn gemaakt, waar die kwikverontreiniging heel zwaar is. In het midden zien we Suriname natuurlijk, links is Guyana, rechts is Frans Guyana. Ik neem aan dat we een beetje de kaart van Suriname kennen. En we zien natuurlijk het oostelijk deel van Suriname zwaar vervuild. Maar vergis je niet, het is ook al een beetje in het westen. Volgende slide alsjeblieft. Nu gaan we ons afvragen wat zijn de voordelen en de nadelen van de goudwinning in ons land. De voordelen natuurlijk zijn de tijdelijke inkomsten. Ik zeg tijdelijk, want goud is niet eeuwig. En wat werkgelegenheid. Zijn er mensen die nog meer voordelen van goudwinning hier kunnen noemen? Want ik kom niet verder dan dit. En rechts zien jullie een hele rij aan negatieve nadelen van de goudwinning. Waaronder die ontbossing, die vernietiging van onze bossen. En dan heb ik nog niet eens over die kreken gesproken die totaal weggebuldozerd worden. Landdegradatie valt dat eigenlijk onder. Vervuiling van de rivieren en de kreken. Kwik in de vissen. Kwikvergiftiging van de bewoners. Waaronder die hersenbeschadiging, nierfalen, dementie. Die hebzucht is ook een belangrijke factor in onze samenleving. Want door die hebzucht krijg je dus corruptie en noem maar op. En de criminaliteit, prostitutie. En beneden heb ik het ook nog een keertje genoemd. Die hebzucht en die corruptie. Er zijn natuurlijk nog veel meer negatieve gevolgen. Maar voor mij is het onbegrijpelijk dat wij een regering hebben die niet inziet van hoe schadelijk deze goudwinning, deze vorm van goudwinning voor ons land is. Onze vissector wordt gewoon vernietigd. Het is een miljardenbusiness op de lange termijn. We kunnen onze vissen niet meer gebruiken technisch gezien. Vooral de roofvissen.
Onze rivieren, dorpen moeten nu smeken om drinkwaterinstallaties. Vroeger konden ze gewoon uit de kreek of uit de rivier hun water halen. Hun vis is niet meer te eten. Ze zijn nu afhankelijk van geld. Dus wat krijg je? Mensen gaan ook aan goudwinning doen, want ze hebben dat geld nodig. Ze worden gedwongen om ook aan goudwinning te gaan doen. Want met cassave komen ze er niet meer uit, of bananen. Volgende slide, alsjeblieft. Ja? Ja, dankjewel. Dat is een foto van iemand die met kwik aangetast is. Dit is een foto uit een Minamata gebeuren. Hier zien we een van die scallions op de Marowijnen. Er zijn waarschijnlijk al meer dan 20 scallions alleen al op de Marowijnen. En het worden er steeds meer. En er wonen heel veel mensen langs de Marowijnen. Je zit je ook af te vragen van waarom doen ze het wel langs de Marowijnen, maar bijvoorbeeld niet langs de Boven Suriname rivier, waar ook zoveel goud zou moeten zijn. Boven Suriname, waar de Samaka wonen, ik denk dat ze daar gebundeld zijn. Die eenheid daar binnen die gemeenschappen is sterk genoeg om goudzoekers daar te weren. Dat kan ik niet zeggen van Marowijnen. Het probleem daar is dus dat we ook te maken hebben met de factor meneer Brunswijk. Die eigenlijk een soort, hij is koning van Marowijnen, wordt er vaak gezegd. Maar het dorpsgezag durft niet tegen meneer Brunswijk bijvoorbeeld in te gaan met heel veel zaken. Dus daardoor krijg je die verdeeldheid en daardoor kan men ook daar meer goudwinning doen zonder dus dat die dorpen zich daar kunnen bundelen. Het is mijn mening hoor, het is geen feit. Dus, maar ik heb het gevoel van dat de factor Brunswijk daar een grote rol in speelt. Maar ook de verdeeldheid van die dorpen daar, dus dat men wat verder uit elkaar is en noem maar op. Ze zijn niet zo gebundeld als bij de Saramakaners aan de Boven Suriname rivier. Ja. Hier zien wij metingen gemaakt door de Tulane University in samenwerking met de ADEC. Die stippenlijn wat u daar ziet, de US EPA Action Level, is de norm van de Verenigde Naties. Alles wat boven die stippenlijn is, is voor hun alarmbellen. Ding, 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 ding. Hier probleem. We zien dat rechts, zien wij Louisiana non-pregnant. Louisiana pregnant, waarbij ze metingen vergeleken als referentie hebben genomen uit Amerika. Van een stad waar er ook heel veel vis wordt gegeten. Louisiana is een zwamgebied, wordt heel veel vis gegeten. En die mensen zitten ver beneden die US EPA action level. Van 5,8 microgram kwik per kilogram lichaamsgewicht. Dus alles wat boven die stippenlijn is, is voor de Amerikanen alarmbellen. En dan zien wij dat Pusegrunu op 22, 23 microgram zit. Nu Jacob Kondre zit op ongeveer 11 microgram. Kwaku Grong zit op ongeveer 15 microgram. En dit is heel ernstig, want dit zijn kwikmetingen gedaan bij vrouwen en kinderen. Mensen die niks direct met die goudwinning te maken hebben. Goudzoekers zijn waarschijnlijk wat hoger meten, die zullen wat hoger zijn. Want die hebben ook die kwikdampen die ze direct inademen. Maar deze mensen eten die vis die daar rondzwemt. En ze zijn afhankelijk vooral van die vis. En dan ga je ook afvragen van waarom is Pusegrunu zo hoog ten opzichte van die anderen, die ook zo hoog zijn. Pusegrunu is verder. Die mensen hebben minder het contact met de stad, waardoor ze afhankelijker zijn van die vis. Althans, dat vertelt het rapport. Dat is hun conclusie. Dat waarschijnlijk daardoor zij zo hoog zitten met die kwik. Maar deze metingen hadden wij tot 4-5 jaar geleden niet verwacht. Wel bij de inheemse waar die metingen ook zijn gedaan, waar ook zulke uitslagen zijn gekomen. Vooral in het Marowijnengebied waar de Fransen veel onderzoek hebben gedaan. Maar dit is niet van gisteren. Dit speelt al sinds 1997 dat die Fransen al weten, want er is een probleem daar bij die inheemse. Ze zijn toen met het kwikonderzoek begonnen, want ze vermoeden dat die vis te veel kwik had. In 2002 heeft men in die grote dorpen tegenover KWM Haken, dat is het Surinaamse Wayana-dorp, dan heb je die Franse Wayana's, dat is Talouin, Twinke en noem maar op. Daar heeft men gemiddeld 10,7 microgram gemeten. Dus dan zit je ongeveer ter hoogte van Nieuw Jacob Kondre. Dat was in 2002 toen het onderzoek was afgerond. 2015 heeft men een nieuw groot onderzoek afgerond.
En dat dorp stond toen op 15. Dus je ziet dat die kweek groeit. En ook het probleem voor die mensen. En er zijn heel veel problemen. Gelukkig, er is voorlichting daar. Ondanks die voorlichting blijft de hoeveelheid kwik, de gemiddelde kwik in de dorpen blijft het stijgen. Dit is wetenschappelijk onderzoek. Ik zuig het niet uit mijn duim. Dus laten we daarover duidelijk zijn. Het moet ook duidelijk gemaakt worden aan de gemeenschap dat dit Suriname is. Die Marons zijn ook onze mensen. We moeten respect voor ze hebben, ook voor de inheemse die daar zijn. Dus nog iets anders. De US EPA level is 5.8. Ik heb het net al genoemd. De Fransen zijn door het jarenlang onderzoek in Fransianen erachter gekomen dat zelfs die norm te hoog is. Ze zijn op 2.5 gaan zitten, want ze hebben gezien dat vanaf 2.5 en hoger dat er al cognitieve stoornissen zijn. Dat zijn de stoornissen waarbij het zenuwstelsel dusdanig wordt aangetast, waarbij mensen leerstoornissen en noem maar op en bepaalde zaken kunnen ontwikkelen. En ze zien het bij kinderen, ze zien het bij volwassenen, maar kinderen zijn het meest gevoelig, omdat zij nog in ontwikkeling zijn. Die hersenen moeten nog ontwikkelen. En het is treurig. Je ziet daar dingen gebeuren waarvan je gewoon afvraagt, vooral langs de Marowijnen. Onze mensen wonen ook aan langs de Marowijnen. Ze eten diezelfde vis. Dus je kan dat gewoon kopiëren naar onze gemeenschappen toe, daar langs de Marowijnen. En iedereen dacht van, het zijn vooral de inheemse die daar het slachtoffer van worden, omdat zij zoveel vis eten. Die Marons hadden nog relatief weinig kweek, maar nu zien wij dat die Marons ook het slachtoffer beginnen te worden. Dat komt door die jarenlange blootstelling aan die chronische kweek die zij via het voedsel binnenkrijgen. Je mag naar de volgende slide. Het is een poster die ik al in 2011 had gemaakt voor de Wayanas, want ik vond het treurig dat de Franse inheemse voorlichting kregen over die vissen, van wat ze wel en niet mochten eten. En onze Wayanas net aan de andere kant van de rivier, die ontbeerden die informatie. Terwijl het dezelfde gemeenschap was. En onze overheid heeft daar nooit iets aan gedaan. BOG, NIMOS, al die instanties, ook de universiteit die beter weet, want er is onderzoek gedaan met geld van WWF om aan te tonen van hoe giftig onze vissen zijn. Vele van die rapporten zijn in de laag verdwenen. We moesten gaan graven, figuurlijk gezien, naar rapporten. Maar die rapporten zijn er. Dit is al ook in Suriname bewezen dat die vissen veel kwik hebben. Ik heb hier zelfs mijn grafische weergave gegeven. Waarbij dus, je ziet dan die rode balletjes. Elk rood balletje, je ziet het boven. WHO, MAC-waarde van kwik. 500 nanogram kwik per gram vis. Dat is één rood balletje. En dus, dat is de MAC-waarde, dat is de maximum acceptabele waarde voor kwik in vis, waarbij mensen nog die vis kunnen eten. Alles wat beneden is, zou relatief veilig zijn. Maar niks is veilig, het heeft te maken met de concentratie. Als je ook heel veel van één vis eet, met, laten we zeggen, één rood balletje, dan krijg je ook heel veel kwik naar binnen. Eet je wat minder van een vis met drie balletjes, dan krijg je relatief misschien evenveel kwik naar binnen per week of per maand. Het gaat om de hoeveelheid die je per bepaalde tijd, per week of per maand binnenkrijgt. Dat is heel belangrijk, want ons lichaam heeft een klein vermogen om kwik te verwerken, om uit het lichaam te scheiden. Maar we krijgen met ons voedsel zoveel kwik naar binnen, vooral de mensen in het binnenland die zo afhankelijk zijn van die vis, dat wat weggewerkt wordt, wordt snel weer aangevuld. En er vindt dus een opstapeling van kwik in het lichaam plaats. En als het volgens de Fransen boven die 2,5 microgram komt, beginnen de eerste symptomen. Waarbij mensen al tintelingen, trillingen, vroeger dementie, dus al dat soort problemen aan ons zenuwstelsel. Ons zenuwstelsel is onze computer. Als je computer aangetast wordt, ga je corrupte zaken krijgen. Mensen kunnen vroeger doof worden. Ze kunnen blind worden, want alles heeft met onze zenuwen te maken. Je kan naar de volgende slide. Oh, wacht even terug. We zien allemaal dus dat die Anjumara, die zo geweldig populair in ons land is, 8 balletjes, 4000 micro. Dus gemiddeld heeft die 4000 nanogram. Sorry hoor, nanogram kwik. Het lijkt weinig. Maar 4000 nanogram geeft gewoon aan, deze vis is zeer schadelijk voor onze kinderen, voor zwangere vrouwen. Die zwangere vrouwen die kwiktast namelijk hun baby aan.
En dan zien we die spiekerikati, ook een hele populaire vis. Die wordt in het binnenland vreselijk veel gegeten. Die inheemsen noemen het, althans die Wajanes noemen het Louis. Het is een vis van ongeveer 1,20 meter. Die Fransen hebben het gemeten op bijna 5000 nanogram. Vele mensen beseffen het niet. Zelfs onze ADEC heeft die vis niet gemeten in die rapporten die ze hebben opgesteld. Omdat ze, meneer Alboter heeft die vis niet herkend als een roofvis. Dus deze dingen maken mij boos. Hè. Als ik die rapporten zie en ik zie van, waarom heeft meneer Alboter die vis niet bij de roofvissen gezet? Het is een roofvis. En hij is al gemeten door de Fransen en hij refereert in zijn eigen rapport naar het Franse rapport. En dat soort dingen maken me boos. Want ik denk bij mezelf, op deze manier houden we mensen voor de gek. Dus hij heeft het gewoon bij de herbivorenvissen gezet. En herbivorenvissen zijn relatief laag in kwik. En hij heeft het daarom niet gemeten. Ik heb een hele vervelende discussie met hem gehad. Oké, we gaan even verder. Volgende slide. Er zijn gelukkig nog een paar vissen die te eten zijn, maar die worden steeds schaarser. Ik wil al aangeven dat ik liep bijvoorbeeld in Lawa en Kawamaken. Ik was op bezoek bij Miep Pilenapin, hoofdkapitein daar en eigenlijk ook grandman van Lawa. En 's ochtends, ik zie hem vis eten met zijn gezin aan tafel. En ik herken die piering. En hij zegt tegen me, Erland, mino mantra fasi. Hij keek me echt een beetje, je zag echt dat hij een beetje bang was voor mijn kritiek. Want hij weet van dat die vis kwik heeft en zijn kinderen zitten daar ook van die vis te eten. Maar hij zegt gewoon, Erland, ik kan niet anders. Nu moet je, het heeft me ook aan het denken gezet. Hè. Je moet je voorstellen, je bent kapitein van zo'n dorp. En die mensen komen naar je toe van, kapitein, wat moeten we eten anders? En hij heeft geen antwoord, want hij heeft geen oplossing. Er is niks anders. Dus uiteindelijk gaan die mensen die vis toch eten. En hopen van dat ze niet ziek worden. Dit zijn vooral de herbivorenvissen. We zijn ondertussen hebben een project opgesteld. Het projectvoorstel is helemaal geschreven voor om viskweek daar te doen in het dorp om tambaki te gaan kweken. We zoeken alleen naar fondsen om die mensen te helpen. Want het is gewoon treurig tot een einde uit dat die mensen afhankelijk zijn van die kwik in die vissen. Of die vissen met kwik, laat ik het beter formuleren. Je kan naar de volgende slide gaan. Je denkt dat het einde is van het verhaal. Nu zien we dat die Chinezen met cyanide werken. Ik heb deze opnames gemaakt met een drone bij Kwakkoegrong. En die verhalen die ik daarbij heb gehoord, ze zijn vreselijk. Vele goudzoekers die met kwik werken, komen naar me toe van, hé, meneer Sleur, de Mauroko drapananya cyanide. Hoe is dat mogelijk? Hoe is het mogelijk, minister? Sorry dat ik u even aanspreek. Dat er met cyanide in ons land wordt gewerkt. I am gold en Newman moeten zeggen, allerlei voorwaarden, strenge voorwaarden houden om die cyanide binnen de perken te houden, dat het niet, ons milieu niet schaadt. En Chinezen werken gewoon met plastic cel. Is dat van de Mayorokan en Mayorokan kwam Bigidang, vierkant. Ze beleggen het met plastic, ze zetten die erts erop. En cyanide vloeistof gaat erop om die goud op te lossen. En dan tappen ze het links, zie je een klein vijvertje met zwart-wit geblokte stenen. Daar wordt die vloeistof afgetapt, want door de zwaartekracht. En die goud in oplossing wordt daar opgevangen om het daarna chemisch terug te winnen. En misap zeker dat die Chinese eentje zit daar te werken onderaan. En op die film zie je het nog beter. Maar het is onmogelijk. Die is naar Kwakkoegrong, maar misap voor White Creek, sorry, White House, Tapuripa, concessie van Bizumbar. En dit gebeurt nu overal in ons land. En je kan donders op zeggen dat het plastic wat ze daar gebruiken gaat heeft. Dat ding, die cyanide gaat in ons grondwater. Dit is in Para, ons drinkwaterdistrict. Hoe is het mogelijk dat dit gebeurt in ons land, mensen? Kwik en nu cyanide. Je mag naar de volgende slide. Hier zie je nog een opstelling, hetzelfde terrein. Hier zie je die vaten. Ik ga even dichterbij. Hier zie je die vaten met slangen. Als je er langs rijdt, dan zie je het beter. En het spijt me als ik het moet zeggen, maar mijn informant heeft gezegd dat dit direct onder de president gebeurt. Ik kan mijn verhaal niet anders maken. Dit is die informatie die ik heb. Cyanide kan alleen maar onder het hoogste gezag ons land binnenkomen. Dit gebeurt direct onder wat de president heeft bepaald. Ik kan nog meer vertellen, maar ik ga het hierbij houden. Erland Sleur met
toch wel schokkende cijfers ten aanzien van de kwikvergiftiging. Popolo bari ode, musumbala, ya yeah, ye. Yeah.